nummer 20. Onze kerstverse international Karim Moussaoui. 2013 was een hele leerzame jaar, denk ik, voor mij. Want toen maakte ik de overstap van veldvoetbal naar het zaalvoetbal. Ik wou gewoon weer plezier in mijn leven, lekker voetballen. Even al de stress vergeten. En het gaat niet eens om het geld of wat dan ook, gewoon lekker voetballen. Karim Moussaoui! Het spelplezier is terug bij Karim Moussaoui. Dat zagen we ook 6 jaar geleden toen hij doorbrak bij Excelsior. Daar speelde hij 34 wedstrijden in de eerste divisie en scoorde 1 keer. Weer Fernandes. En dan via de hak van Fatih Papi komt die bal voor de voeten van Moussaoui. Maar toen Excelsior promoveerde was hij niet meer nodig. Alle jongens die kwamen van Feyenoord naar Excelsior, die moesten spelen. Dat zag je aan de trainingen. Het maakt niet uit wat je doet, hun moeten spelen. Ik denk dat iedere voetballer het wel meemaakt, dat hij ups en downs heeft. En bij mij bleef die down heel erg lang. Dan ga je domme keuzes maken achteraf. Want omdat zijn volgende club Fortuna Sittard niet genoeg geld biedt, verlengt hij zijn contract niet. Als het Bulgaarse Veliko Tarnovo dat wel doet, laat hij zich naar het Oostblok lokken. Ze lieten mij meteen in een 5-sterren hotel slapen, alles mooi maken. Tuurlijk weet je wel dat ze het mooi willen maken. Maar het zag er gewoon goed uit. Maar hij komt er al snel achter dat schijn soms bedriegt. We hadden een wedstrijd tegen, ik weet niet meer welke club. Er kwam een voorzitter binnen van de tegenstander. Die zei, als jullie ons laten winnen, krijg je allemaal 6.000 euro per persoon. En ik dacht bij mezelf van, nou, wat doe ik hier? En ik keek omheen en die jongens overleggen, de trainer overleggen met de spelers. Ik dacht, waar gaat dit over? En ja, ik mocht niks zeggen, want ik was een buitenstaander, zeg maar. Hun zijn dat al gewend, denk ik. En zo, toen had ik het gevoel dat het verkeerd zou lopen. Dat het nog gekker kan, blijkt als hij na 3 maanden bij de voorzitter om zijn salaris vraagt. Hij zei van, jij krijgt helemaal niks als je zo brutaal komt aankakken. Ik dacht van, waar gaat dit over? En op een gegeven moment zei ik van nee, ik wil gewoon mijn geld, anders ga ik weg. Hij zegt ja, je gaat alleen weg met de kogel in je knie of zo, zoiets. Maar het was niet, het was Turks, maar ik verstond het een klein beetje. En op een gegeven moment kreeg ik mijn geld niet en ging twee man me achtervolgen. Dus alles wat ik deed, ging hun me achterna. En ging ik daar eigenlijk misbruik van maken. Ging ik expres naar de wc in de discotheek en weer eruit. Ik hou helemaal niet van discotheek, maar expres. Of in een restaurant gaan zitten en niks bestellen, water, zie je 2 man tegenover je zitten. Ja. Ik vond het eigenlijk wel grappig en goed om mee te maken. Gewoon eigenlijk een wijze les, ook voor de mensen die die stap willen maken. Ik zou het niet doen als ik jullie was. Als hij met hulp van zijn broer in het holst van de nacht vlucht uit Bulgarije, sluit hij zich bij terugkomst in Nederland aan bij TPP. En dat blijkt de juiste stap. Binnen een jaar staat hij in oranje en begint hij morgen aan het EK in België. Of ik nou speel of niet, het is al mooi dat ik er nu al bij zit in zo'n korte periode. En de afgelopen wedstrijden heb ik gewoon ook genoten. Volkslied en alles erop en eraan is gewoon mooi om mee te maken. Heb ik nooit eerder meegemaakt, ook niet op het veld. Ik hoop weer dat mijn ouders weer lekker kunnen komen kijken naar mij. Het is lang geleden dat ze zoiets hebben meegemaakt. Bij mijn debuut met Excelsior waren ze er wel. Het is al mooi om te zien, zeg maar. En ik hoop dat ik dat nu weer kan doen. Wij feliciteren de woordspeler van de winning. Wij danken jullie voor jullie bezoek. En zien jullie graag weer in februari.